Een ouder echtpaar werd in Delft met geweld overvallen. Een kwartier later pint een man in Rotterdam met hun bankpas. De verwachtingen waren hoog gespannen. Voorafgaand aan dit toernooi. Maandag 18 juni, the day after. Dit echtpaar heeft altijd hard gewerkt. Hij als stucadoor, zij zorgde voor de kinderen en het huishouden. Nu ze de 70 zijn gepasseerd, genieten ze van hun pensioen. Zal ik de krant ook maar meenemen? Nee hoor, ik leef nog wel eventjes. Oké. Een deceptie dus. Het echtpaar woont aan de Rotterdamse weg in Delft. Die maandagavond, de 18e juni, zendt de NOS opnieuw voetbal uit. De poolwedstrijd tussen Kroatië en Spanje. Torres. Ik heb het wel gezien. Ik ga naar boven. Ja, is goed. Was doen. Okay. Tabaksie van Fernando Torres. Eerst een solo en dan zijn afloop. Rond 9:30 klinkt het rustsignaal. Vaker voor dat mensen in dit deel van Delft de weg niet kunnen vinden. Zonder aarzelen doet de man open. Zijn vrouw hoort dat er iets mis is. Wat is er aan de hand? En voor ze beseft wat er allemaal gebeurt, is ook zij het slachtoffer van de overvallers. Blijf liggen! Er is geen kluis, er is geen geld. De overvallers denken blijkbaar dat er veel te halen valt in het huis van het echtpaar. Ondertussen wacht een vierde man vlakbij in een blauwe Daewoo Matisse. De man zit wat nerveus achter het stuur, zo valt een aantal voorbijgangers op. Binnen blijft een van de daders maar dreigen met zijn wapen. Als dat niet de goede pincode is, kom ik terug, knal ik je neer. Als ze er eindelijk van overtuigd zijn dat er niets meer te halen valt, nemen ze genoegen met wat contant geld en de pinpas van de bewoners. En Peter, goedenavond. Weer een oude echtpaar, slachtoffer van woningovervallers. Heeft u al enig idee waarom juist deze mensen het doelwit waren? Nee, we hebben geen idee. En zolang we de daders niet gesproken hebben, houden we echt alle mogelijkheden open. Het zou kunnen zijn dat ze gewoon het verkeerde pand hadden, omdat ze alsmaar om een kluis vroegen en die was er echt niet. Ze zijn gewoon slecht geïnformeerd. En hoewel niet het meest waarschijnlijke, houden we er zelfs nog rekening mee dat ze de overval gepleegd hebben, omdat ze dachten in dat pand wel wat te halen was. Ja, ik kan me goed voorstellen dat het voor deze hoogbejaarde mensen een grote klap is geweest. Ja, het is echt een enorme klap geweest. Vorige week hebben we de reconstructie daar gedraaid. Ik heb ze toen gesproken. En ze doen echt haar best om het van zich af te zetten. Maar de beelden komen iedere keer weer terug op hun netvlies. En ja, dat is best heftig. Het is ook niet zo verwonderlijk. Ze wonen op de plaats delict. Ja, en dan vergeet je het niet zo gauw. Nou, laten we even kijken wat we van die daders weten. Ja. In ieder geval zijn er 3 in huis geweest, mogelijk zelfs 4. En eentje heeft er buiten op de uitkijk gestaan. Ja, wij houden op dit moment rekening met een dadergroep van 4 of 5 man. 2 hebben er een blank uiterlijk en de andere 2 of 3 zijn licht getint. En als we dan even kijken naar de man die als eerste de woning binnenkwam met het vuurwapen. Die is een jaar of 22 oud, is licht getint ook. En sprak vlekkeloos Nederlands. Hij is 1,81 meter lang, maar sprak vlekkeloos Nederlands. Mm-hmm. Nou heeft hij niet zo heel veel gezegd hoor. Want zijn vocabulaire heeft zich beperkt tot geld, kluis en pincode. Nou, de anderen droegen een bivakmuts en waren in zwart gekleed.
Deze woningoverval maakt deel uit van een al langer lopend groot onderzoek naar meerdere overvallen waar mogelijk dezelfde daders bij betrokken zijn. In oktober leverde dat al wat op, want de man die in de blauwe Daewoo Matisse heeft zitten wachten is inmiddels aangehouden. Hij zit nog steeds vast, maar naar de andere bent u nog steeds op zoek. Ja. We hebben beelden van een van hen. Kort na de overval rijdt in het centrum van Rotterdam een Daewoo Matisse waaruit een man stapt. Ja, en als die uitgestapt is, loopt hij naar de waarschijnlijk dichtstbijzijnde pinautomaat. Dat is de pinautomaat van de ING op het Stadhuisplein. Daar heeft hij gepind. Dat is ongeveer een kwartier, 20 minuten na de overval op het oudere echtpaar in Delft. En we hopen dat iemand hem misschien herkent. Hij is door meerdere camera's gefilmd en dat is op maandagavond rond 10 uur geweest. Dan bent u ook nog op zoek naar getuigen van de overval zelf of naar mensen die een dag daarvoor iets bijzonders hebben gezien daar in de buurt. Ja, als we naar de dag daarvoor kijken, dat is zondag 17 juni. Voor de voetballiefhebbers bekend, want dat is Nederland-Polen. Op Portugal, hè? Portugal. Ja. Ik hou niet van voetbal. Nederland-Portugal, maar een bekende avond, 17 juni. En die blauwe Daewoo is toen al gezien in de buurt van de woning aan de Rotterdamseweg in Delft bij het echtpaar. De avond daarna, maandag de 18e, zijn mogelijk de daders gezien, ook in de woning. Of is de blauwe Daewoo gezien bij de porseleinen fles, want daar heeft hij geparkeerd gestaan. Ja. Verder weet u inmiddels dat er mensen zijn in de omgeving van de daders, de directe omgeving, die weet hebben van deze overval. Ja, en we willen eigenlijk heel graag met die mensen spreken. En ik begrijp natuurlijk wel dat je bekenden niet 1, 2, 3 bij de politie aangeeft. Maar dit is een zinloze, laffe overval. En we willen echt deze zaak oplossen. Dus iedereen die iets weet, ja, daar willen we graag mee in contact komen. Bel desnoods anoniem, maar hun verhalen willen we wel weten. Goed, we gaan nog één keer kijken naar die bewakingsbeelden van die pinner in het centrum van Rotterdam. Bel met uw tips over deze man en over de overval op dit oudere echtpaar in hun woning aan de Rotterdamseweg in Delft op maandagavond 18 juni naar onze opsporingstiplijn. De lijn is bereikbaar via 0800 60 70. Voor meldmisdaad anoniem belt u 0800 7000. En spreekt u liever met iemand van de criminele inlichting eenheid, dan kan dat voor deze zaak ook.